Meneer Dassen, goedemiddag. Mijn naam is Huig Plug, klokkenluider van Justitie. Ik heb u wel eens op het Binnenhof gesproken. En kent u me nog? Ik kan bewijzen dat de VWS en Justitie hebben gefraudeerd met rapporten over het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Kan ik de stukken bij u deponeren? De mailadressen staan op de website. Dus, Want het is hier zeer zorgwekkend. Er zijn mensen in gevaar op het terrein van de VN-gevangenis. Ik zal het naar u toe sturen. Ja. Is dit uw woordvoerder? Ja, zeker. Wat is uw naam? Hou ik eventjes voor mezelf. Ik ken je. Dag. Hey. Dag. Fijne dag. En de man die zijn naam niet wilde zeggen, die naast Laurens Dassen liep van Volt, is Martijn Goossensen, de woordvoerder van Volt. Maar ik ken hem als woordvoerder van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema. Maar hij heeft een overstap gemaakt, Baartmans, naar Volt. Dus ze nemen zo een kleur aan en ook al hun geheimen. Het zijn kennisdragers van staatsgeheimen. Dus hij is de geheimen van Adema. Want ik weet dat de inspecteur-generaal van de NVWA corrupt is. Want Gerard Bakker is betrokken bij mijn doofpotdossier als hoofd van alle gevangenisdirecteuren. Zo gaat dat. Het zijn een soort kameleons en ze hoppen van baantje naar baantje. Heel belangrijk in de campagne van Volt. Martijn Goossensen, niet vergeten. En ik had Martijn Goossensen op 17 maart al gefilmd toen hij met Adema bij het Mauritshuis stond. En ik plaatste dat op 21 maart. Meneer Adema, mag ik even inbreken in uw gesprek? Ja. Ik ben een klokkenluider van Justitie en ik wil u graag dit overhandigen. Ik heb het net ook aan Niek-Jan van Kesteren gegeven van VNO, oud-VNO-NCW, collega van u. Minister Weerwind heeft over mij gelogen. Dat wisselijk even kenbaar maken. En dat is een document dat ik erkend ben als klokkenluider. Dag, fijne dag. Nou. Ja, en dat vond Martijn niet zo leuk. Ik heb hem natuurlijk even getagd op Twitter. En nu zit hij bij Volt. Volt Nederland. Een bliksemschicht. Nou, dan weet je dat even. En op 2 en 10 juni 2022 heb ik Dassen in ieder geval informatiedocumenten gestuurd over de doofpot rond het Scheveningse gevangenisziekenhuis. Het belangrijkste gevangeniscomplex ter wereld, want de VN-gevangenis staat daar ook. De buren van de gevangenisziekenhuis, dat is de United Nations Detention Unit. En ja, dat is SDG nummer 16. En Volt is Europa-minded, maar ja, en ook VN-minded. Maar wat nou als er gesjoemeld is met rapporten op het hoogste niveau? En ik heb hun overal van op de hoogte gebracht. Ik was aanwezig bij debatten en iedereen ziet en kent mij. En de topambtenaren en Weerwind en Jesselkus zien mij er ook rondlopen. En de pers ook. En maar die denken van, klotezooi, daar is die Plug weer met zijn gezeik. Zit die niet nog in de gevangenis? Alles zetten ze maar in het werk. Ook de vrienden van Esther Auwand, die bashen mij op Twitter. En dat is onder andere Huub Bellemakers. Maar dat geeft niet. Ik blijf doorgaan. En ook al plaatsen ze me in de gevangenis, daar blijf ik ook doorgaan. Want ik pik het niet. Jullie moeten integer zijn. Pak de problematiek aan. De mensen hebben het nodig op het belangrijkste gevangeniscomplex ter wereld. Zowel de gedetineerden als het personeel. Stop met liegen. Grijp in. En zowel Marieke Koekoek als Laurens Dassen zijn door mij ingelicht over de doofpot in Scheveningen. Niet vergeten. En dat strekt zich uit tot het hoofdkantoor van Justitie en VWS.